Als je dit landschap ziet, dan denk je niet meteen aan Brabant. Maar toch zag de omgeving Meel-Langeboom er 3 miljoen jaar geleden zo uit. En zo ziet het er nu uit. Op deze plaats is de unieke tand gevonden. De berg zand waar nog steeds in gezocht wordt, is verhuisd naar het Oermuseum in Bokstol. Dat is heel speciaal. Eigenlijk is ieder fossiel wat we in de bodem vinden speciaal en uniek. Want ieder fossiel heeft zijn eigen verhaal. Het verhaal van de jaguar is dat hij tussen de 2 en 4 miljoen jaar geleden leefde in Nederland. In de tijd dat Meel nog aan zee lag. Maar wat zegt dat over Brabant? Subtropisch warm geweest, hoge luchtvochtigheid, een dichte begroeiing van een soort jungleachtig biotoop. In dat biotoop daar liepen mastodonten, olifantachtige wezens rond. Daar liepen drietenige paarden rond, antilopen, tapirs, die we nu alleen nog maar uit Midden- en Zuid-Amerika kennen en uit India. En het was gevaarlijk, want daar liepen roofdieren rond. En een van die roofdieren, dat is die Europese jaguar geweest. Behalve een roofdier werd er nog een speciale vondst gedaan. 10 jaar geleden vond Bert Keren weer een kies in het zand van Meel. Na lang onderzoek bleek dat het om een bevertand ging. De bever en de jaguar zijn de oudste vondsten uit heel Nederland. Ja, dan kik je toch wel een beetje. Hè? Dan krijg je toch een beetje de kriebels in de buik, zeg ik maar. Hè? Geen vlinders hoor, maar wel de kriebels. Wij willen toch onze geschiedenis kennen om onze toekomst beter te begrijpen. Hè? Want wie weet komt Meel-Langeboom nog eens een keer aan zee te liggen in de verre toekomst. En dat is natuurlijk nog niet te voorspellen, maar deze hobbyonderzoekers zijn blij dat ze weer iets meer hebben geleerd over de geschiedenis van Brabant. En wie weet wat er in de toekomst nog aan het schilderij toegevoegd kan worden.